lopen hier lekker vol voor de racedag op de Hungaroring. We starten vanaf plek 19, maar we hebben nog een afkeuring gehad vanwege een probleem met een engineer die de laptop in de auto had gestopt. Dus we starten als allerlaatste. Ja, naar mijn gevoel is de eerste race gewoon absoluut weggegooid. We zullen ook op oude banden starten, want hier bewaar ik dan liever voor de volgende race op de Salzburgring. Want we moeten sommige banden moeten we meenemen. En het is een zonde om ze op te rijden met mensen die het toch niet kan inhalen. Dus nee. Race 1, eigenlijk gewoon weggegooid. Winnie's out there and we need points. Go! From your gaming, quite a lot, 8 tenths in one laptop, so you can try to push. We are P9 at the moment. Keep pushing, don't make 2 laps to go, and try to put some pressure. Last lap, Tommy. Thank you, boys. That was brilliant. Brilliant. Wow. I never thought I could overtake here. Oh, mamma mia. Oh, I don't know. Wow. Thank you, boys. Nou, typisch autosport, hè? Weet je, je kan het nooit voorspellen. Dat maakt Formule 1 ook zo leuk. En schijnbaar weten ze ook. Ik had echt een paar mooie gevechten. Ik moest wel het gevecht afwachten. Auto was goed. Auto was erg goed. Ik kon ook echt aanvallen. Ja, ik heb het echt naar mijn zin gehad. Ik heb echt geraced. Dit was echt briljant. Briljant. Very happy. Die volgende start kan ik er altijd wel een paar hebben. En daarna ja, één vreemd binnenhengelen. Ik hoop in ieder geval een paar puntjes te pakken. Ergens P8, 9, 10 zou ik heel blij mee zijn. Very good for the show here. De eerste bocht ging niet goed. Het duurde toch wel behoorlijk voordat ik de fortjes voorbij was. Het kostte me veel tijd. Ik denk iets te veel van mijn banden gevergd in het begin van de race. De race is gewonnen door Michelis. Hier een mega held. Het publiek gaat helemaal uit zijn dak. Dus het zal volgend jaar weer volle bak worden. Hij heeft hem verdiend. Het werd ook tijd voor hem.